Jeroen Bos op de Bossenmarkt. Hij zou hier zelfs gewoond hebben. Maar stop de persen, want wat blijkt? Jeroen Bos is geen Brabander. Een ijverige student in Nijmegen die heeft het vastgelegd. Nou, de uiteindelijke conclusie van mijn onderzoek is onder meer gebleken dat Jeroen Bos dus geen Brabander is. Hij komt uit de buurt van een klein plaatsje, uit Aken. Jeroen Bos is dus een Duitser, geen Brabander. Jeroen Bos, dus geen Brabander. Terwijl die helemaal met de Brabants hoofdstad Den Bosch verweven is. Want er is hier op de markt een cafénaam genoemd. Er is een ziekenhuisnaam genoemd. Een kunstcentrum. Maar ja, hoe erg zou het nou eigenlijk zijn als Jeroen Bos geen Brabander is? En hoe zit het met die buitenlandse invloeden in Brabant? En hoe is dat vroeger geweest? En om die vragen te beantwoorden gaan we naar de Universiteit van Nijmegen. Theo Engelen werkt daar. Hij onderzoekt hoe de Nederlandse bevolking verandert door geboorte, sterfte en migratie. Ik heb het idee dat er weinig Nederlanders zijn die nog meer honkvast zijn dan de Brabanders. Ik heb eens gekeken voor de 19e eeuw en de 20e eeuw. En dan blijkt dat, als je kijkt naar de inwoners van Brabant, dat zelfs in 1960 nog 85% van alle mensen die in Brabant wonen daar ook geboren zijn. En in de 19e eeuw was dat zelfs 95%. Dus in wezen is Brabant helemaal gevuld met echte Brabanders. En dat we zo honkvast zijn, dat heeft een reden. Op een gegeven moment in de 19e eeuw gingen mensen op zoek naar werk. Dus daar waar industrie was, gingen ze heen om werk te vinden. Dan had je in Brabant de gelukkige omstandigheid dat je daar een van de eerste industriesteden had, Tilburg, met de textielindustrie. Later komt Philips op. En dat betekent dat een hele hoop mensen gewoon in de eigen provincie werkgelegenheid konden vinden. En geen reden hadden om naar andere provincies te gaan om daar te gaan werken. Vergis je niet, Philips is 100 jaar geleden in Eindhoven begonnen omdat het een lage loonland was natuurlijk. Want zo'n lamp in elkaar frutten, dat was best veel handwerk. Nou, dan moest je dus voor naar Brabant, want dan waren de lonen niet zo hoog. Ook een identiteit. Tja, die identiteit. We gaan op zoek naar de echte Brabander. Wie is dat eigenlijk en bestaat die nog wel? Journalist en schrijver Jacques van de Ven denkt van wel. Hij was de eerste stadsdichter van Tilburg. En als iemand weet wie de echte Brabander is, dan is hij het wel. De echte Brabander, Theo, ja. De wetenschappers als Bijsterveld en Royakkers zeggen dat hij niet meer bestaat. Maar dat moeten ze ook zeggen, want de wetenschap kan niet veel meer identiteit. Ik denk dat identiteit een gevoel is. Maar ik voel me wel Brabander en ik weet dat ik niet de enige ben als ik om me heen kijk en mensen spreek. Komt u uit Brabant? Ja. Bent u ook een echte Brabander? Ik ben ook een echte Brabander, ja. En waar blijkt dat uit? Nou, hoezo bedoel je mee? Nou, heeft u, want u zegt, ik ben een Brabander. Ja, ik ben een Brabander, ja. Ja, letterlijk, hè? U bent hier geboren. Ja. Maar bent u het ook in uw gedrag en in uw zijn? Ja, wanneer ben je echt Brabants? Als je carnaval houdt, vind ik echt Brabants. Daar hou ik van. En dat was meer Brabant. Kom je uit Brabant? Ja. Ja. En waaruit blijkt dat bij jou, dat je Brabander bent? Geen idee. Jij bent niet zo'n Brabander. Nee, waarom niet? Ja, waarom ben ik Hij heeft niet zoveel gezelligheid. Waaruit blijkt het dat u Brabander bent? Uit het karakter? Oh, de dikke buik. Jazeker. Ja, lekker eten. Hè. Begon is Brabant, hè. Brabants nachten zijn lang, dus daar hou ik wel van. Ja, waar hij in zit, ja. Maar hoe moet ik dat nou zeggen of uitleggen? Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk, ja. Maar u bent wel een echte Brabander, vind ik. Ja, dat zie je toch wel. Heel een echte Brabander. Ja, ik hoor het. Ja, ik hoor het, ja. Maxima die zegt, er bestaat geen echte Nederlander. Nee, maar bestaat er een echte Brabander? Bestaat die dan wel? Jawel. De Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Onze toekomstige koningin weet het zeker. De Nederlander die bestaat niet. Maar als iemand de provincie trouw is gebleven, is het dus wel de Brabander. Dus bestaat de Brabander dan misschien wel? Ik denk ook dat je een beetje gevoelsmens moet zijn om het te kunnen ontdekken. Ik denk dat er mensen die zeggen dat je niet bestaat, ook heel eerlijk menen dat je niet bestaat. Maar die weten weer meer van andere dingen. Maar neem nou maar van mij aan, beste kijker, de identiteit van de Brabander bestaat echt. Kijk maar eens heel goed om je heen.
Na jarenlang en intensief onderzoek is Ramses Peters erachter gekomen dat Jeroen Bos in ieder geval een buitenlander was. Hij vond een verloren gewaand doopregister terug. En daaruit kon hij opmaken dat Jeroen Bos hier niet geboren of getogen is. Daarin lezen we dus dat Jeroen Bos in 1479 pas in Den Bosch is komen wonen. Terwijl zijn vermoedelijke geboortedatum lag rond 1450. En mijn onderzoek, daar ben ik toch wel een beetje trots op, heeft uitgewezen dat dat 1452 is geweest. Maar in 1452 in de buurt van Aken en niet in Den Bosch dus. Dus dit is één van de bewijslasten dat Jeroen Bos geen Bosschenaar is. Hier in Den Bosch, in het Jeroen Bosch Art Centrum, krijgt de manager zojuist het slechte nieuws via de telefoon te horen. Jeroen Bosch, geen Bosschenaar, maar een Duitser. Jeronimus Bosch Art Center met Thomas Vins. Welk nieuws bedoelt u? Het doopregister, dus dan komt hij uit Aken. Oei, geen Brabander. Buitenlandse invloed is voor Brabantse bedrijven onmisbaar. De voertaal in sommige bedrijven is Engels. En ze zoeken de buitenlandse kennis op. Ze weten dat het een voorwaarde is om mee te kunnen draaien in de wereld. Het high-tech bedrijf NXP haalt zelfs experts uit Rusland. I think it's very important for Brabant because you can learn from us and you can learn from us a lot. We can bring certain technologies, new ideas. New people always have a fresh view on different problems. It's very important to have a fresh view. Andersom gaan Brabanders ook naar het buitenland. Ze doen daar ervaring op en nemen die kennis weer mee. Verandert hierdoor de identiteit van zo'n Brabants bedrijf. Mischa Verhagen ging voor Philips 8 jaar naar Japan en Engeland. En die ervaring is heel belangrijk. Nou, belangrijk is nog een understatement, denk ik. Ik denk dat het gewoon echt essentieel is. Je merkt gewoon dat marktwerkingen waar je aan denken van, nou, dat is niet zo belangrijk, of dat mensen kijken daar niet naar, dat is van met name in Azië, wat natuurlijk heel erg speelt, maar het is heel, heel anders. Die mensen denken gewoon anders, die zijn andere prioriteiten, die willen andere dingen. Ja, dat moet je gewoon begrijpen. Je moet daar zitten, je moet daar een keer geweest zijn om dat te zien en begrijpen waarom dat anders is. Voor het eerste officiële bezoek aan Noord-Brabant na haar troonsbestijging arriveert koningin Juliana vergezeld van prins Bernhard bij het gouvernementsgebouw in 's-Hertogenbosch. Van Oorschot... Toen koningin Juliana voor het eerst Brabant bezocht, moest ze kennis maken met het echte Brabant. En daarom werd ze getrakteerd op een echte Brabantse koffietafel. Het gezelschap begeeft zich te voet naar een boerderij, alwaar tezamen met enkele notabelen de beroemde echt Brabantse koffiemaaltijd wordt gebracht. Welkom in de menszaal. We denken dus dat we echte Brabanders zijn. Maar door de jaren heen hebben we ook heel wat buitenlandse invloeden overgenomen. Zelfs zonder dat we het weten. Want hoe zit het met onze keuken? Hoe Brabants zijn die etenswaren eigenlijk? Het leuke is eigenlijk dat in de Brabantse keuken heel veel specerijen gebruikt werden die natuurlijk eigenlijk van oorsprong niet Brabant zijn. We hebben hier, ik wil een beetje rommelkruid gaan maken. En rommelkruid is het kruid wat ze eigenlijk gebruikten om, net als hier, balkenbrei en bloedworst op smaak te maken. En elke slager, elke kok, die had haar eigen samenstelling van de rommelkruid. En dan is dit, authentiek Brabants rommelkruid. Ik ben Lorraine, ik ben 18 jaar. Ik ben 22 jaar. Ik ben 21 jaar. Ik zit in het derde jaar. Van de opleiding horeca ondernemer manager. Wat weten jongeren nog van de oude Brabantse keuken? We nemen de proef op de som met leerlingen van het Koning Willem I College in Den Bosch. Brabant. Waar komt bijvoorbeeld onze aardappel vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is goed. Ja, hij komt uit Brabant. Ja, iedereen kan een aardappel telen. Dus... Gokje, jongens. Ik ben weg, ja. Het is wel Brabants boeren. Ja, we gokken erop. Al het eten wat je ook in Brabant ziet, heeft een hele praktische oorsprong. Wat is er voorhanden en wat kunnen we goed houden in de winter? Nou, aardappelen kenden we al veel langer, maar het was vooral populair als medicijn. Pas toen de graanprijzen heel duur werden, toen ging men over op aardappelen. En toen bleek dat je van die aardappels, je had maar een heel klein stukje grond nodig en je had heel veel aardappels. En zo is die aardappel in ons dagelijks voedsel gekomen. Maar hij heeft absoluut een buitenlandse oorsprong. En hoe zit dat met onze kroket?
Dit is een kroket, een echte handgemaakte. En wat veel mensen niet weten is dat in Brabant de eerste snackindustrie is ontstaan. Ja, en in Tilburg. En de kroket was de eerste snack. En tegenwoordig hoort de kroket uit de muur bij de 100 belangrijkste tradities in Nederland. Snij op een originele Brabantse manier het brood aan. En dan snijden we even. Ja. Mooie. De dikke plakken. Nou, dan hebben we al veel te doen. Nee. Kijk, brood was natuurlijk de basis van al het voedsel. En men was vroeger heel blij als je brood op de plank had. En wat deden ze dan? Ja, zeker in die tijd van die grote gezinnen. Ze deden er een kruis over zetten. Ook om te laten zien dat ze dankbaar waren voor het brood. En ze sneden het brood zo aan. Brabantse nachten zijn lang. Arie Ribbes, hij heeft er zich onsterfelijk mee gemaakt. Maar wat denk je? Het nummer is helemaal niet Brabants. Nou, we zijn er weer, hè. We gaan weer een feestje bouwen. Het komt zelfs niet uit Nederland. Daarom vind je me meestal in de kroeg. En daar zit ik dan vaak tot 's morgens vroeg. Ik denk dan over alles heel goed na. Ook aan de smoes die ik mijn vrouw vertellen ga. Brabantse nachten zijn lang. Dat stamt uit de jaren 1980. Werd er denk ik benaderd door iemand in Nederland die wat te vertellen had. Of ik het nummer op wou nemen. Dat was oorspronkelijk een Duits nummer. Van twee jongens, gebroeders Bletschers. En het heette Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Dum, dum, dum. Kreuzberger Nächte sind lang. En dan weiter. En toen hebben wij s'nachts in de studio gegaan in Hilversum en hebben we daar een leuke tekst op gemaakt. En zodoende Brabantse nachten zijn lang. Ja, mijn dag. Ja, mijn dag. Ja, de Brabanders vinden dat leuk, want dat is hun lied. Zo voelt het bij mij aan, hoor. Het lied is van Brabant. Klaar. Af. Ja, toch? Nou, opnieuw een desillusie. Brabantse nachten blijken Duitse nachten te zijn. Maar wat ik wel typisch vind, we hebben het nummer wel echt eigen gemaakt. En wat zou er eigenlijk op tegen zijn om die prachtige schilderijen van Jeroen Bos, hier zijn grootste werk, Tuin der Lusten, ook van ons te maken? Maar hier in het artscentrum voorzien ze toch wel wat problemen. Het zit namelijk zo, het Hieronymus Bos Artscenter wordt gesubsidieerd in voor belangrijke mate door de gemeente 's-Hertogenbosch. Natuurlijk vanuit het oogpunt dat het een bossenaar is. We hebben al heel kort overleg gehad met de gemeente. Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, maar enige zorg is op zijn plaats, ja. Ramses Peters merkt dat lang niet iedereen gelukkig is met de uitkomsten van zijn onderzoek. Ik moet zeggen, toen ik dat voor het eerst in de buitenwereld naar voren bracht, daar heb ik toch wel behoorlijk wat reacties op gehad. En ook niet altijd even positief. Ik heb iets van 2 of 3 hate mails zelfs gehad van mensen die... Ja, die toch maar vonden dat ik mij maar niet in dat soort zaken moest, mijn neus moest steken. En ik werd geadviseerd om mijn onderzoek nog maar een keer opnieuw te doen. In onze muziek, eten en het bedrijfsleven, we hebben al veel te maken met buitenlandse invloeden. Zullen we de echte Brabander wel weten te behouden? Jacques van de Ven vreest het ergste. Maar ik kan ook niet in de toekomst schouwen. Ik denk dat het op een gegeven moment toch zal verdwijnen. De invloeden komen zo van alle kanten, het is zo richtingloos. Vroeger kwam het allemaal van één kant waardoor je geïnformeerd werd. Nou krijgt iedereen ter wereld op den duur dezelfde informatie. De Brabander verdwijnt, Theo. Ja, kan er ook niks aan doen, zeilschij. Zo'n jongen uit Erp. En dat uit de mond van een echte Brabander als Jacques van de Ven. Nou Jacques, ik wil het nog wel meemaken over 90 jaar. Dit was de laatste wittigheid van dit seizoen. Wij gaan op zoek naar wittigheid, want er zijn er nog echt genoeg. Jongens, hè? Nou, ik ben geen kunsthistoricus. Het boek wat jullie net zagen is een bijbel uit de 17e eeuw. En geen parochiehandboek van Den Bosch. Heb ik ook nog nooit gezien. Jeroen Bosch kwam zeker niet uit Aken. Zijn familie kwam dat wel. Maar hij is hier in de stad geboren. Dus dat was een grap. En bedenk. Je hebt meer met witte geiten dan je denkt. Jeroen Bos een grap, de rest klopt allemaal. Kijk maar op de site.